het regent vijgensteden. En kijk eens met wie we allemaal hier zijn. Van harte welkom en een applaus voor jezelf. De Samba Band die ons gaat begeleiden. Die Hard zijn we. Ze gaan ons begeleiden op weg naar de Hollandse Schouwburg. De Hollandse Schouwburg is, zoals jullie weten, in de Tweede Wereldoorlog een deportatieplaats geweest voor Joden die van daaruit op transport werden gezet naar de vernietigingskampen. Daar gaan we een eerbetoon doen. De mensen van de Hollandse Schouwburg zullen wat vertellen. De mensen van het basisteam zullen wat vertellen. En een aantal van de Vrouwen voor Vrede zullen een kleine act doen als wij daar zijn. Als dat eerbetoon is afgelopen, lopen we verder naar het Overpark. En ik hoop dat iedereen in de tussentijd aan zijn of haar God of goden of licht op het leven vraagt. Dat de regen stopt, want daar gaan we ook de eerbetoon doen. Er zullen een aantal hoogwaardigheidsbekleders ons opwachten bij het slavernijmonument. En daar gaan we weer kort praten. Daarna gaan we eventjes wat eten her en der. En ik hou jullie verder op de hoogte. Deze bijeenkomst is op het basisteam van de Wereldmars voor Vrede en Geweldloosheid te verwelkomen. Ik wil jullie vragen om voor deze mensen die inmiddels al een maand aan het reizen zijn een heel dik en hartelijk applaus te geven. En ik geef nu het woord aan Louise van het basisteam. Applaus, applaus! Hola, buenas tardes. Perdón por no hablar vuestro idioma. Hallo, goedemiddag. Sorry dat ik een andere taal spreek. Venimos caminando desde Nueva Zelanda. We zijn reizende vanaf Nieuw-Zeeland. Pero esta marcha que se hace por la paz y la no violencia no solo se compone de la gente que camina. Maar deze mars van vrede en geweldloosheid bestaat niet alleen. Het is dankzij jullie allemaal, al die organisaties die aan het meewerken zijn en al die mensen die aan het meewerken zijn in elk land, dat we dit kunnen doen. Así que de todo el corazón y en nombre de todos mis compañeros quiero desearos paz, fuerza, alegría y daros las gracias. Dus ik wil je graag zeggen, en ook in naam van al mijn medereizigers, vrede, kracht en vreugde en dat de mars doorgaat. We zijn hier om te praten over vrede en geweldloosheid. En we zijn al met veel mensen, maar we moeten met vele, vele meer zijn. En ik nodig jullie uit om jullie eigen mars te doen in jullie eigen stad. Om de sprong te maken uit de prehistorie en een wereld te bouwen zonder geweld.